De TRIA-licentie die je krijgt wanneer je de opleiding afgerond hebt, wat houdt dat nou precies in? Ik leg het je graag even uit. Na het volgen van de 10-daagse opleiding wandelcoach als professie, natuurlijk wel met goed gevolg, krijg je van ons de TRIA-licentie. En die TRIA-licentie die is gekoppeld aan de TRIA-methode die je in die 10-daagse aangeleerd krijgt. En wat we van deelnemers terug horen is dat het een hele eenvoudige, effectieve methode is om een coachsessie structuur te geven, maar ook een heel coachtraject. Die licentie die je krijgt is een jaar lang geldig. Daarna kun je deze verlengen en dat doe je door bij ons een 2-daagse nascholingstraining te volgen of een 1-daagse supervisietraining of 2 supervisiegesprekken bij ons. Daarmee is je TRIA-licentie weer een jaar verlengd en er komen verder geen extra kosten bij. Het grote voordeel van jezelf als TRIA-coach te kunnen profileren is dat je sterker overkomt. Als je gewoon zegt van ja, ik ben wandelcoach, dan kan dat nog wel eens vragen opwerpen. Maar als je zegt ik ben TRIA-wandelcoach, kom je direct sterker over. Want er is een unieke methode aan wandelcoaching gekoppeld. Dus die TRIA-licentie die biedt het voordeel van dat je jezelf sterker kunt profileren, maar ook dat je meelift op de PR van Wandelcoaching Nederland, die wij doen ten behoeve van de TRIA-methode en wandelcoaching. Wil je nog meer weten over deze TRIA-licentie? Neem dan contact met ons op en we staan je graag te woord.